Joer, mijn Flinktijg en welkom terug bij een update video. Een paar dagen geleden was ik een beetje ziek. Dat betekende dat ik echt heel erg veel last had van mijn keel. Ik was mijn stem half kwijt en kon niet normaal praten. En daardoor is mijn channel qua video's heel erg naar beneden gegaan. Ik was niet in staat om elke dag 2 video's te uploaden. En het was ook moeilijk voor mij om 1 video per dag te uploaden. Nou had ik een aantal series van tevoren geüpload. Denk aan Portal, want die heb ik van tevoren opgenomen samen met Joost. Denk aan Hercules. Die kwamen allemaal op de juiste tijd uit. Maar ja, series zoals Link, Craft en al dat soort dingen. Zoals Pokémon. Die zijn als goed is vorige week bijna niet geüpload. En ik heb eigenlijk meer dan een week heb ik een beetje uitlopen zie ik qua stem. Ik heb niet echt heel veel opgenomen. Dus ik dacht bij mezelf, ik moet gewoon eventjes rust nemen. Ik moet mijn stem rust geven. Ik moet gewoon even lekker chillen, even dingen doen. En even tenminste mijn stem terugkrijgen weer op een normaal niveau. En gelukkig is het weer op normaal niveau, jongens. Ik kan weer gewoon normaal praten. Ik kan niet echt heel erg goed schreeuwen, want dan heb ik zo'n gevoel dat ik mijn stem weer kwijt geraakt. Dus ik kan wel normaal praten. En daarmee wil ik even aankondigen dat ik nu weer 2 video's per dag ga uploaden. Maar niet zomaar 2 video's per dag, want er gaan heel veel dingen weer veranderen. En dat gaat om een aantal series. En een van die series is Hercules. Deze week, als het goed is, op een vrijdag komt de laatste aflevering van Hercules online. Dat betekent dat de serie afgelopen is, waardoor ik dus eigenlijk een plekje heb in mijn schema om 1 video extra te uploaden. Wat voor game het wordt, ik heb geen flauw idee. Verder heb ik ook 6 video's van Portal geüpload. Joost had deze ook opgenomen en op zijn eigen kanaal geüpload. Maar omdat hij het zo druk had met LA en dagelijks leen en alles op en eraan, heeft hij maar 2 video's geüpload. Want op het moment dat ik alle 6 video's had geüpload, had hij er pas 2 kunnen uploaden. Dus hij liep in principe 2 weken achter op mij. En omdat de video's al zo lang op mijn kanaal stonden en wij hebben heel veel dezelfde kijkers, bedacht Joost om die andere video's niet te uploaden. Omdat hij eigenlijk denkt van, ja, dat zijn dubbele video's en het zijn geen andere content. Dus ik vind het zonde om te uploaden terwijl jullie het eigenlijk meeste van jullie het al hebben gezien. Verder heb ik voor deze week dus 2 plekjes vrij in mijn schema om daar een video te uploaden. Want ik zou normaal 2 keer per week uploaden een serie met Joost. Want ik ga dit weekend weer naar Joost toe. En dan gaan we weer keiveel opnemen. Er komen weer nieuwe vlogs aan. Er komen weer nieuwe series aan. Een hele belangrijke serie, jongens. Ja, als je het weet, laat vooral weten in de comments welke serie ik en Joost gaan starten. En dan gaan we nog allemaal random video's opnemen. Het komt allemaal weer goed. En ook voor Linkcraft heb ik weer een nieuwe mod pack geïnstalleerd. In plaats van 1.6.4 heb ik nu 1.7.2 geüpdate. Dat betekent dat dus heel veel nieuwe shit is bij elke mod die ik eigenlijk in principe had. Een paar mods zijn weggevallen, maar er komen ook weer een aantal mods bij. Het was klaar met een andere mod. Het gaat echt maar door in de storyline. Maar jullie zullen vanzelf wel zien wat er allemaal gaat gebeuren in Linkcraft. De eerste video van Linkcraft episode 11 komt weer op woensdag online. Stay tuned for that. Ook voor Pixelmon, jongens, gaat het echt super goed. We hebben echt iets van de vorige weer 250 likes uit mijn hoofd gehaald. Dat betekent dat ik weer 25 minuutjes moet opnemen voor Pixelmon. En ook daar komt de storyline een beetje terug. Ik ben een beetje aan het slacken. Ik wil steeds meer lekker Pokémon's vangen, maar er zit ook een storyline erachter en die wil ik ook een beetje terugbrengen, maar ik weet niet precies hoe ik het allemaal ga doen, maar dat komt allemaal wel goed. Verder heb ik nog 2 series en 1 daarvan is Spoken. Die gaat zoals eigenlijk bij het begin net zo goed als eerst. Ik heb altijd heel veel zin om die serie op te nemen. Het is echt super leuk altijd. En vooral om jullie reacties te lezen. Ik lees echt allemaal. En jullie vinden het ook hartstikke leuk om Pokédraw mee te doen, zo te zien. Want jullie laten echt iets van 10 reacties achter. Echt super cool, dankjewel. En verder de allerlaatste serie die ik eigenlijk op mijn kanaal heb, echt een vaste serie, is The Legend of Zelda Ocarina of Time. Een van mijn minst bekeken series, maar naar mijn mening, I don't give a fuck. Het is een heel oud spel, game meneer Dom dus heeft hem al op zijn kanaal uitgespeeld. Ik heb zelfs laatst nog een comment gekregen van iemand die zei, ga geen Legend of Zelda uploaden, want we kijken toch alleen maar Minecraft. En daar had ik op gereageerd van, lol, doe even normaal, dat ga ik toch niet doen. En uiteindelijk had ze reactie verwijderd, echt als een pussy. Ik dacht, what the fuck, doe eens even normaal. Maar jongens, het blijft mijn kanaal, ik blijf uploaden wat ik leuk vind. Wow, rustig aan. En heel veel van jullie vinden Legend of Zelda Ocarina of Time toch heel erg leuk. Misschien wat minder van jullie, maar ik zou jullie een tip geven. Als iemand een serie uploadt waarvan je denkt van, nou, dan ga ik toch niet kijken. Zou ik je toch de tip geven om heel episode 1 van de serie überhaupt gewoon te kijken. Je kan misschien de game niet leuk vinden, je kan misschien het commentaar ervan niet leuk vinden. Maar een tip is om het toch te proberen. Dat had ik zelf vroeger ook, dat ik echt heel veel video's niet keek van bepaalde mensen. En dan bleek die series toch hartstikke leuk te zijn. Zo ben ik zelf ook veel meer series van andere mensen aan het kijken. En weet je wat, ik ben veel te veel aan het lullen eigenlijk. Kort nog even over 2 andere series, Attack on Titan en League of Legends. Deze 2 games zullen gewoon random een keertje op mijn kanaal komen. En ze hebben hele grote updates van Attack on Titan, jongens, ik weet het. Sowieso ga ik dat ook spelen. En over League of Legends, ja, ik speel af en toe nog wel eens League of Legends voor mezelf. Maar ik heb het zelf meer bezig met YouTube dan echt om mezelf te gamen. En toevallig vandaag is wel een League of Legends video online gekomen. Maar hey, als je League of Legends video wil, dan moet je geluk hebben dat hij online komt. En voor de rest heb ik niks meer te vermelden. Dus een korte samenvatting, jongens. Heel veel series gaan helemaal anders lopen. En sommige gaan gewoon precies hetzelfde lopen. Er komt heel veel nieuwe shit aan. En heel veel nieuwe shit is afgelopen. Coco is nog steeds super cute, hè? Coco. You're so cute. You're so cute. You're so cute. Oh, you're... Ah. Ik bedank voor het kijken naar deze video. Coco pet mij. Aww.
Don't you motherfucking bitch. Ik heb een mening. En dat is later.